En ik geef de ouders van Julie groot gelijk wanneer dat ze zeggen dat de strijd tegen geweld op vrouwen geen prioriteit in België is. Julie van Espen, vermoord op brutale wijze. Een schok gaat door mijn hart. Een schok gaat door ons land. En nu hebben de ouders van Julie een open brief gelezen. Meneer de minister, heeft u deze brief gelezen? Er staat: Julie had nog geleefd indien iedereen binnen het gerecht zijn verantwoordelijkheid had opgenomen. De ouders die hebben 9 prioriteiten geformuleerd en ik zal er voor u eentje eruit halen. Er staat: zorg voor een doorgedreven opleiding op het vlak van seksueel geweld van de politiediensten, parketmagistraten, de zittende magistraten, maar ook van de justitieassistenten die dikwijls jong en onervaren zijn. Vorige week nog hebben 2 jonge Luikse studenten gezien hoe de rechtbank hun dader heeft vrijgesproken omdat de meisjes zouden hebben ingestemd. Maar iedereen kent de 3 reacties bij verkrachting en dat is vechten, vluchten of bevriezen. Hoe kan je nu bevriezen, beoordelen als instemmen? En het probleem is heel duidelijk, en meneer de minister, dat is een gebrek aan opleiding. De ouders van Julie die bevestigen ons dat in een open brief. Maar ook de Hoge Raad voor Justitie zei dat zelfs vorig jaar al. En de vrouwenrechtenorganisaties staan er al jarenlang voor op de barricades. En ik geef de ouders van Julie groot gelijk wanneer dat ze zeggen dat de strijd tegen geweld op vrouwen geen prioriteit in België is. Nu, meneer de minister, momenteel vindt er een interministeriële conferentie plaats in ons land om een actieplan op te stellen. Kijkt u alsjeblieft naar Spanje. Daar worden 200 maatregelen genomen en daar wordt ook 200 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor de strijd tegen geweld op vrouwen. Dus mijn vraag is heel kort: hoeveel maatregelen en welk budget? En ik heb toen een plan uitgewerkt in de strijd tegen seksueel geweld. Een uitvoerig plan. U zal zeggen, was dat het eerste plan? Oh nee, er is verschrikkelijk veel gebeurd tegen seksueel geweld. Daarin zitten een aantal nieuwe elementen die zijn meegedeeld aan wie ze moesten worden meegedeeld en die nu in het kader van de onderhandelingen zullen gebruikt worden om nog bijkomende nieuwe accenten te leggen. Meneer de minister, de tijd was daarnet beperkt. Ik wilde u nog zeggen, alsjeblieft geen antwoord over we gaan de onderhandelingen afwachten, want wij vrouwen hebben het recht om het antwoord nu te weten. Wel, het is eigenlijk nog een beetje erger. U heeft niet geantwoord op mijn vraag. En mijn vraag was nogthans heel simpel. Hè. Hoeveel maatregelen gaat u nemen en welk budget gaat u daar tegenover stellen? Wij gaan die vraag blijven stellen aan u, tot u hier antwoord op geeft. En op 8 maart, op de Internationale Vrouwendag, gaan wij met de PvdA op straat komen voor alle vrouwen, ook voor Julie, om de druk op te voeren totdat er een echt actieplan komt voor de strijd tegen geweld op vrouwen. Ik dank u.